Ik heb meegedaan aan van bijbaan naar bedrijf, omdat Corine een enorme kennis heeft van yoga en een enorme drive en kracht uitstraalt. En dat inspireerde mij om met haar het traject aan te gaan, omdat zij ook heel veel ervaring online heeft. En zoals Corine altijd zegt, jij bent echt een online meisje, Debbie. Dus dat gaf mij het vertrouwen om het met haar aan te gaan. Om ook het stukje online op te gaan zetten waar ik zelf tegenaan liep te hikken. Van hoe moet dat dan? Mijn vraag om mee te gaan doen was eigenlijk hoe kan ik yoga online inzetten? Want ik wil heel graag een locatie onafhankelijk bedrijf op gaan zetten zodat ik kan gaan reizen. En daar komt dan al gauw het internet bij om de hoek kijken. Daar had ze Corine 1000 ideeën over. Die zei, kan je daar wel mee helpen? Dat kost echt heel veel tijd, dus dan zou je wel het half jaar traject aan moeten gaan. Wat het traject mij tot nu toe gebracht heeft, is een online besloten Facebook community. Online coach traject, yoga/coach traject. Om vrouwen te begeleiden op hun pad naar authenticiteit en vrijheid. En uiteindelijk wil ik nog een programma op gaan zetten, een grootste programma, om vrouwen te begeleiden in hun locatie-onafhankelijke bohemian business op te zetten. Met yoga ook. Ja. Ik heb opgeleverd dat mijn programma nu in de stijging staat. En morgen 1 oktober ga ik beginnen met mijn eerste programma, de eerste ronde. Ik heb 4 deelnemers, dus ik ben hartstikke blij. doordat ik aan van bijbaan naar bedrijf heb meegedaan, sta ik wel anders in mijn ondernemerschap. Omdat ik nu veel zekerder van mijn zaken ben. Corine geeft heel veel handvaten mee over hoe maak je jezelf zichtbaar. Hoe leer je geld vragen. Hoe leer je nee zeggen. Wie is jouw ideale klant? Dus ik heb nu echt wel een duidelijke visie en een duidelijke boodschap die ik uitdraag. En toen ik het project inging, had ik eigenlijk wel een beetje een idee van ik wil iets met yoga doen en online, maar nog lang niet zo concreet als ik het nu doe. Corine is als persoon, is een heel warme persoonlijkheid, straalt heel veel kracht en energie uit. En ze barst van ideeën, ze is echt een goede sparringspartner gewoon omdat ze waar je ook mee op de proppen komt, zij heeft er nog eventjes een blauwdruk die ze er overheen gooit met haar ideeën. En het is heel erg leuk, want zij heeft zoveel kennis van online programma's, van yoga. Inhoudelijk is ze ook heel veel geholpen om mijn programma op te zetten. De gesprekken zijn ook gewoon heel leuk. Ze voelt echt aan als een vriendin voor mij. Ze beschouwt er inmiddels ook. En ik heb echt heel veel van haar geleerd. Dus ik ben heel erg dankbaar dat ik hiermee begonnen ben. Ja.